goed. Als het nog niet gebeurd mocht zijn, dan mag je nu in ieder geval ook al de nesten leegmaken. Want oude nesten is eigenlijk sowieso vol met parasieten. En je mag dat eigenlijk al in juli doen, als het broedseizoen gedaan is. En de oude nesten, die verwijder je gewoon. Dat is heel simpel. Hier zit er nog eentje in. Koolmees heeft erin gebroed. Kijk. En dat is de oude nest. En gooi dat gewoon eruit. En meer moet dat niet zijn. En er moet niks bij in, hoor. Die beestjes die maken een nieuw nest. En die slapen gewoon op de bodem. Winter, dan vriest het wel eens. En vogels hebben sowieso toch wel water nodig. Ten eerste om te drinken. Maar ook om zich te wassen. En als het echt koud is, dan blijft dat bij een kattenwasje. Maar het is heel belangrijk om een veren perfect proper te houden. Dus een klein beetje water, elke dag proper, is voor vogels onontbeerlijk. Nu plaats je waterschaaltje een beetje hoger, dat katten er niet gemakkelijk aan kunnen. En ook vlak bij een haag, want dan kunnen vogels direct in de haag vluchten om te drogen als ze een beetje nat zijn. En dan kunnen de katten er sowieso niet aan. En om ervoor te zorgen dat het niet bevriest, een pingpongballetje zorgt altijd voor wat deining. En dan gaat het toch een beetje langer duren voor het ijs wordt. Simpel.